Mooie introductie. Wat moet ik daar nog aan toevoegen aan zo'n mooi verhaal wat zojuist is verteld? Misschien een idee. Ik ben dat mannetje daar aan de linkerkant. Zien. Niet herkenbaar, daar in pak, hier gewoon in een mooi shirt. Robert staat hier naast mij. Dus laten we maar gewoon beginnen met waar we hier voor komen, de inhoud. We gaan jullie iets vertellen over NSX routing. We gaan niet heel diep erin, daarvoor is de tijd te kort, we hebben maar 3 kwartier. Maar als je NSX gaat inzetten om jouw netwerk daadwerkelijk te gaan virtualiseren, dan ga je ook aanlopen tegen allerlei vraagstukken rondom routering. En daar valt best wel wat over te vertellen, zowel binnen je NSX-omgeving zelf, als hoe je gaat communiceren met de buitenwereld. Nou, we hebben onze presentatie opgeknipt in een aantal kleine onderwerpen. Ik neem de routing overview en het vraagstuk rondom high availability voor mijn rekening. En daarna gaat Robin jullie meenemen op het gebied van traffic engineering. En dat wordt echt heel interessant. Ik zal heel snel door mijn verhaal heen gaan om Robin de kans te geven hier te schitteren. Nou, wat is NSX routing nou? Op het moment dat we een NSX-omgeving willen bouwen of een vSphere-omgeving willen bouwen, dan willen we met de buitenwereld praten, maar we willen ook graag binnen het datacenter met elkaar praten. Nou, de termen zijn zojuist al een aantal keren gevallen in de vorige presentaties. We hebben Noord-Zuid-routering en we hebben Oost-West-routering. Nou, hoe zit dat grofweg in elkaar? Ik zal eens even kijken of dit een beetje werkt. Dat werkt, wauw. Je hebt in het logisch overzicht heb je te maken met een edge. Die staat hier in het midden. En die edge die verzorgt de communicatie tussen je NSX-omgeving en de buitenwereld. Binnen de NSX-omgeving hebben we een distributed logical router. Die zorgt ervoor dat er binnen de vSphere hosts onderling met elkaar kan worden gecommuniceerd, zonder dat je telkens moet uitbreken naar een externe router. Welke componenten spelen daar dan een rol in? Wat het distributed maakt, is dat op elke ESX-host, daar vind je een DLR-instance, een Distributed Logical Routing Instance. Dus feitelijk heb je op elke host een router beschikbaar. Dus dat betekent dat elke VM direct tegen een router kan aanpraten die op die host draait. En die router heeft dus ook een beeld van het netwerk. Nou, hoe bouwt hij dat beeld van het netwerk nou op? Daar komt de DLR Control VM in beeld. Dat zijn 2 VM's, één is geen, dus als er één kapot gaat wil je er graag nog eentje hebben die het kan overnemen. En die DLR-control-VM die is precies wat het zegt te zijn. Hij controleert het routingverhaal. Hij doet verder niks, hij zit niet in het datapad, maar hij zorgt ervoor dat al die distributed logical routing instances op de hoogte zijn van hoe het netwerk er topologisch uitziet. Dus met andere woorden, hoe kom ik van het ene VLAN of van het ene subnet in het andere terecht? Daar is die control-VM, die is daarvoor verantwoordelijk. En die control-VM is ook degene die een relatie aangaat met de edge gateway die je aan de bovenkant van je infrastructuur plaatst, waarmee je de communicatie met de buitenwereld voor je rekening neemt. Dus de DLR. Die doet alles wat binnen je datacenter plaatsvindt. De edge die gaat de communicatie met de buitenwereld mogelijk maken. En die edge die we daar hebben, die wil ongetwijfeld ook heel graag praten met het externe netwerk. Nou, in de routingwereld, in de netwerkwereld, hebben we er allerlei mooie protocolletjes voor. De meest gebruikte daarvoor zijn BGP en OSPF. Maar niet getreurd, statisch kan ook. Wat is dan iets belangrijks om te weten? Normaal gesproken, als je een router hebt, dan heb je een router. En die router heeft een aantal interfaces, die hebben IP-adressen.
En daar vindt zowel het dataverkeer over plaats als wordt de routeringsinformatie uitgewisseld. Nou, dat werkt dus net iets anders in ESX. Hierboven heb ik mijn... daar zo staat mijn Edge. Ik heb hier mijn NSX manager, die is de baas over mijn hele infrastructuur. En ik heb een controller cluster wat zorgt voor het verspreiden van allerlei interessante informatie. Dat controller cluster dat communiceert met de distributed logical router. En die vertelt hem onder andere waar die voor verantwoordelijk is. De control VM die wordt geconfigureerd en bediend vanuit de NSX manager. Dus op het moment dat jij binnen NSX een nieuw virtueel netwerk bouwt, waarbij je zegt van nou dat nieuwe netwerk dat komt en dat krijgt subnet 10.3.0.0/24. Beste distributed logical router zorgt dat jij daarvoor kunt gaan routeren. Dus ik wil dat jij een IP-adres plakt op dat subnet en dat je vanaf nu de logical router wordt. Nou, dat regel je in die NSX manager, die stopt dat in die control VM. En die control VM die zorgt ervoor dat de distributed logical router instances die op al die ESX hosts, dat die allemaal van het bestaan van dat nieuwe subnet afweten. Maar hij zal er ook voor zorgen dat diezelfde informatie wordt doorgegeven aan de Edge. Daar hebben we dus die routingprotocolletjes voor. Ik maak een nieuw subnet. Dat subnet moet worden geadverteerd in OSPF of in BGP, zodat de buitenwereld ook weet dat het bestaat. Het datapad, hoe de VM's zeg maar door de infrastructuur heen gaan, is dat die VM's die leven op de host waar de DLR zit, en dat datapad gaat gewoon rechtstreeks naar de edge en van daaruit naar buiten. Dus die control VM die is verder niet betrokken bij het routeren van de pakketjes. Nou, om dit toch allemaal mogelijk te maken, dit kunstje, hebben ze bedacht dat er een protocoladres is en een forwardingadres. Het protocoladres, dat is het adres wat wordt gebruikt voor de peering tussen de control VM en de edges. En het forwardingadres, dat zien we dan hier. Het forwardingadres, dat is het adres wat op de distributed logical router instances wordt gezet. En dat is dus een adres wat op elke host leeft. Dus op elke host leeft dat adres. Daarom is dat adres dus ook mooi lokaal beschikbaar. Als we het dan gaan hebben over wat voor protocollen en topologieën dat je ziet, dan zie je een aantal keuzemogelijkheden ontstaan. Een van de keuzemogelijkheden is OSPF, maar je ziet steeds meer en steeds vaker dat BGP, met name in de wat grotere omgevingen, steeds meer wordt geaccepteerd in een enterprise-omgeving. Wat je ook ziet, wat heel belangrijk is, is dat je je NSX-domein, dus je datacenter, dat je dat connecteert aan de rest van de wereld als een edge, als een, hoe zeg je dat, eigenlijk als een soort stub-area. Ja, dus je hele NSX-omgeving presenteer je als het ware in één keer aan de buitenwereld. En dan kom je tot de conclusie dat edge routing features dat eigenlijk meer dan voldoende is. Het NSX-netwerk, het virtuele netwerk wat wordt gebouwd, is niet bedoeld als transportnetwerk richting andere netwerken. Gebruik het daar dus dan ook niet voor. Gaat ook niet in alle gevallen werken. Een takeaway die je kunt meenemen op het moment dat je zo'n infrastructuur gaat bouwen, is dat het verstandig is om consistent te zijn in de keuze van je protocollen. Het is gesupport, je mag het doen, je mag best OSPF praten tussen je DLR en je Edge. En tussen je Edge en je core-netwerk mag je BGP praten, dat kan allemaal. Maar het wordt aan alle kanten aanbevolen om dat hetzelfde te houden. Doe je OSPF aan de bovenkant, doe je het ook aan de onderkant. Doe je BGP aan de bovenkant, doe je BGP aan de onderkant. Waarom? Je hebt geen routeherdistributie, het gaat allemaal wat sneller, het is makkelijker, het is beter te onderhouden. En last but not least, op het moment dat je zo'n omgeving maakt, dan is het wel handig om dezelfde best practices te hanteren die je in een normaal netwerk ook hebt. Als je routing areas en zo gaat maken, is dat je probeert gebruik te maken van zaken als route summarization.
om te zorgen dat de hoeveelheid routinginformatie die moet worden uitgewisseld met de rest van je netwerk, dat die eigenlijk zo compact mogelijk is. Je wilt eigenlijk niet dat elke change die je in jouw hele dynamische NSX-omgeving hebt, dat leidt tot allerlei routing-updates naar de rest van je netwerk. Hoe ziet dan zo'n topologie eruit? Op het moment dat je een beetje een wat grotere omgeving maakt, dan heb je uiteraard aan de onderkant heb je DLR-instances met al jouw verschillende VLAN-netjes die onderling gerouteerd kunnen worden. Je hebt je control-VM's, daar vindt de peering plaats met één of meerdere edges. Daar kom ik zo meteen op over dat verhaal. En dat praat dan weer met je core-netwerk en vervolgens met je externe netwerk. Eigenlijk een hele basic topologie, helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Je kunt het heel ingewikkeld maken, met name in een multi-tenant omgeving. Maar goed, dat vereist dan wel iets meer nadenken over hoe je dat doet. Nou, dat is even een hele korte primer over distributed logical router, logical routing. Ik hoop dat iedereen daarmee nu een beetje op het niveau zit dat ik hier iets over kan vertellen. Ik heb zojuist laten zien dat er een component is, de Edge Gateway, die zorgt voor het Noord-Zuidverkeer. Nou, die Edge Gateway is eigenlijk niks anders dan een VM. Een VM die op één van jouw hosts draait. Dat betekent dus dat al jouw verkeer moet naar die ene host toe en moet daar doorheen voordat de datacenter uit kan. Als die host doodgaat, dan ben je dus je connectiviteit met de buitenwereld kwijt. Nou, dat is vervelend, daar willen we wat aan doen. Dus we willen dat hoog beschikbaar maken. Dus wat is de basisoptie die er aanwezig is? Dat is, we hebben gewoon een tweede VM op een andere host draaien, die heeft exact dezelfde configuratie. En daar vindt een heartbeat plaats tussen die twee. En als de standby machine tot de conclusie komt dat de primaire machine dood is, dan neemt hij de boel over. En dan werkt het door. Wat levert dat voor features op? Dat levert als feature op dat je eigenlijk alle protocollen die erin zitten, die worden keurig netjes gesupport. En het is een automatische failover. Het is eigenlijk een hele simpele setup. En dat is eigenlijk de belangrijkste takeaway. Wil jij een eenvoudige omgeving die makkelijk te onderhouden is, dan is dit een hele goede manier om te doen. Als je dit doet, dan kun je deze Edge Gateway ook inzetten voor allerlei andere interessante zaken. Zoals het implementeren van NAT op de rand van jouw NSX-omgeving en de rest van je netwerk. Je zou hem zelfs kunnen inzetten als layer 4 firewall. Met name in een multi-tenant omgeving waar je overlappende IP-adressen hebt, is dit soms echt een must-have om te doen. We hebben nog een tweede variant en dat is de variant equal cost multipath. Nou, wat doet dat? Dat komt er eigenlijk grofweg op neer dat je in plaats van één actieve edge en een passieve edge, dat je één of meerdere tot maximaal 8 edges kunt neerzetten die allemaal actief zijn. En die dus allemaal kunnen praten met de fysieke routers aan de bovenkant en die allemaal kunnen praten met de distributed logical router instances aan de onderkant. Nou, dat is eigenlijk vrij makkelijk te implementeren. Dus gewoon een kwestie van het vinkje ECMP aanzetten en zorgen dat je dat aan de bovenkant ook hebt gedaan. En dan komt het goed. Dat heeft een aantal features wat je dan krijgt. Je krijgt de mogelijkheid om load te sharen. Eén edge heeft maximaal de capaciteit van één netwerkinterface op jouw ESX-host. Dus laten we zeggen 10 gig. Of in een LSP-omgeving 20. Heb je 8 hosts, dan heb je ineens veel meer bandbreedte naar de bovenkant. Nou, als jij een internetverbinding hebt van 500 Mbit, dan is dat misschien niet zo heel erg interessant. Maar als jij naast jouw NSX-omgeving in je datacenter ook nog heel veel andere omgevingen hebt, waar enorme hoeveelheden data naartoe moeten, dan kan het wel eens heel handig zijn om dat te verspreiden over meerdere hosts. Dus gewoon veel meer bandbreedte naar de buitenwereld. In dit geval worden dezelfde protocollen ondersteund als die ik zojuist heb geroepen, inclusief statisch uiteraard. En er zit een beperking aan dat je maximaal 8 van deze machines kunt neerzetten. In een multi-tenant omgeving kun je er net zo goed voor de tweede tenant nog eens een keer 8 naast zetten. En dus dit geldt voor de routing omgeving die je wilt bouwen. Nou, de voordelen heb ik al eigenlijk een beetje genoemd.
Een belangrijk voordeel, wat ik nog niet benoemd heb, is het feit dat als deze host uitvalt, deze edge valt uit, dan is al het verkeer wat over deze host liep, is even dood. Dat moet even wachten totdat het een ander pad kan nemen. Maar al het verkeer wat toch al over die andere edges heen liep, heeft er niet eens last van. Merkt het niet eens. Dus als jij 7 edges hebt, dan is in ieder geval 7/8 van je verkeer heeft geen last van het feit dat er 1 host uitvalt. Nou, dat gecombineerd met het feit dat deze situatie ook nog een keer veel sneller convergeert. In de HA-situatie moet eerst HA erachter komen dat die andere machine dood is. Dan moet hij het gaan overnemen. Je hebt al gauw een downtijd van rond de 15 tot 30 seconden. Voordat dat helemaal weer in de lucht is. Dit gaat vele malen sneller. En met BGP-timers kun je dat zelfs nog kleiner maken. Er zitten een paar nadelen aan. En dat is dat NAT-functionaliteit is onmogelijk. NAT is afhankelijk van het feit dat het verkeer heen en terug door dezelfde machine heen gaat. Kun je in deze opzet niet garanderen, dus het werkt niet. En firewalling, daar geldt exact hetzelfde voor. Firewalling is een stateful proces. Dat betekent dat het pakketje heen en terug moet door hetzelfde apparaat heen. Kan niet in dit geval, dus die feature die vervalt. Nou, het is iets complexer om op te zetten. En het vereist dan dus ook iets meer skills als het fout gaat om dat te troubleshooten. Maar de benefits zijn heel erg groot. Nou, dan ga je op een goed moment ga je zo'n omgeving bouwen, dan moet je keuzes maken. Nou, wanneer doe je HA? Ik herhaal eigenlijk een beetje wat ik net ook verteld heb. Is vooral efficiënt in omgevingen waar 80% van al het verkeer binnen NSX blijft. Waar er dus relatief weinig noord-zuid verkeer is. En als dat dan allemaal past binnen de bandbreedte van 1 host, ja, dan is dat eigenlijk een hele simpele setup. Ja, niks mis mee. En als jij niet beschikbaarheidseisen hebt die zeggen van het mag nooit down, het mag niet langer dan 15 seconden eruit liggen. Waarom al die complexiteit bouwen? Helemaal niet nodig. HA is ook heel goed bruikbaar in multi-tenant omgevingen. Omdat je elke tenant je eigen HA cluster kunt geven. En dat is wel nodig als je overlappende address space hebt. Wanneer doe je ACMP? Als je efficiënt gebruik wilt maken van je bandbreedte, veel noord-zuid verkeer. En het schaalt vele malen beter. En als bonus heb je ook nog eens een keer een hogere beschikbaarheid. Dan draag ik het stokje over aan Robin. Alsjeblieft. Zijn er nog vragen over mijn onderwerp? Want dan is dit nu het handige moment om dat te doen. Anders na de sessie alle tijd om mij aan te spreken. De ondersteuning van BGP is basic, is bijzonder basic. Dus er zitten basis routeringsfeatures in. Hè? Dus je kunt een peering aangaan, een eBGP-peering, een IBGP-peering. Je kunt traffic summarization doen, maar alle nice-to-have dingen, zoals VRF's en dat soort zaken, zit er allemaal niet in. Het is heel basic BGP. Dus je moet het daarom ook echt zien als een eigen autonoom systeem wat aan de rand van je netwerk zit en verder geen rare dingen mee doen. Dus waar jij het nu over hebt, dan trek je eigenlijk als het ware je VPN door naar binnen in je datacenter. Dat kun je hier niet mee doen. Die features zitten er niet in. Nog een aanvullende vraag. Staat het ervoor met BFD? Sorry? BFD? Nou, eigenlijk als je ECMP doet, heb je dat niet nodig. Dus en de HA availability opzet is eigenlijk een vorm van BFD wat erin zit. Het is alleen wat langzamer. Ja, dus ik verwacht dat het er niet in zit. De edges doen onderling BFD. Ja. In HA. Het is een hardbeat. Dus die doen het intern BFD, die doen het niet naar buiten. Ja. Ik weet ook niet of het op de roadmap staat, maar dat... Ja. Oké. Staat misschien op de roadmap. Ik zie nog een Er zit wel BFD in, maar het staat ook op de roadmap of dat is misschien op de roadmap. NSXT, nou dat ja, is alles is mooier in NSXT, ja, hè? Precies. Maar dit we praten hier trouwens helemaal over NSXV. Dat ja, is de, ja. Even de... Ja, goed. Dan de floor is yours. Ja, we waren eigenlijk een beetje aan het intern aan het discussiëren over waar we het over konden hebben met opties die je met NSXV je dit kan doen met routeringen. Dus we hadden een leuke use case een anderhalf jaar geleden die we uitgewerkt hebben en daar gaan we een deeltje een stukje over praten. Ik ga het stukje hebben over multi-site en een stukje hebben over cross-vCenter opties.
Als eerste wil ik even iets wat terminologie erbij hebben. We hebben het Oost-Westverkeer hadden we al besproken. Dat is het verkeer wat intern blijft en het Noord-Zuidverkeer. Dat is eigenlijk waar we het verkeer kunnen sturen in dit geval. Waar kunnen we mee sturen? We kunnen met het ingress en met het egress verkeer kunnen we sturen. Dus ingress verkeer is het inkomende verkeer wat naar NSX toe gaat. En egress is het verkeer wat naar buiten gaat. Met het ingress verkeer kunnen we door middel van route redistribution in OSPF en NSX of in BGP kunnen we uitsturen welke routes we hebben en daarmee het verkeer naar ons toe trekken. En egress is door slim het verkeer op een bepaald punt naar buiten te sturen, of egress, en daar kom ik zo meteen even op terug. Multisite. Multisite is eigenlijk één NSX-omgeving over twee locaties heen, bijvoorbeeld een twin datacenter. Vaak wordt er maar gebruik gemaakt van een shared storage, lage latency, maar het blijft in principe een enkele omgeving, een enkele NSX-omgeving. En er is dus weinig sturing mogelijk. Binnen zo'n cluster is vaak ook door de lage latency VMotion is gewoon mogelijk, HA is mogelijk. Dus VM's kunnen gewoon op de beide sites heen en weer. Zoals ik al zei, er is weinig verkeer of weinig sturing mogelijk. Ik heb in dit geval in het plaatje aan allebei de kanten wel twee edges getekend. Maar het zijn EMCP-edges, dus ze maken met z'n vieren onderdeel van de ene NSX-omgeving. De control-VM aan de zijkant heeft dus met alle vier de ECMP-edges peering. En ik heb er één getekend, omdat het anders een veel te grote hoeveelheid lijntjes werden. Maar de edges aan de bovenkant hebben dus met alle fysieke routers peering. Het kan dus zijn dat een VM op site 1 over een edge op site 1 naar een router op site 1 gaat. Dat is een mogelijkheid, maar doordat het ECMP is, is dat niet te sturen. Het kan ook zijn dat die eerst over de Direct Connect gaat via VXLAN en daarin een host waar de edge op draait naar buiten. En het kan ook zijn dat die gewoon in site 1 naar buiten gaat en dan over de Direct Connect naar de andere route gaat. Ja, die sturing zit er niet in, omdat het is equal calls multipath, het kiest zelfs zijn eigen paden. Nou, wat bedoelen we nou met een cross-VCenter omgeving? Bij een cross-VCenter omgeving is er om een of andere reden is er op elke site een VCenter aanwezig. Dat kan meerdere doelen hebben. Het kan zijn dat je een volledige site autonoom wil kunnen draaien. Het kan zijn dat er te lage latency is, dus te hoge latency is, waardoor je geen shared storage kan doen over sites. Misschien loop je wel tegen boundaries aan, misschien heeft het met andere softwarepakketten te maken die over twee vCenters heen werken. Op een of andere manier heb je meerdere vCenters nodig en kan je dus, heb je dus ook, omdat NSXV gebonden is aan een vCenter, heb je ook meerdere NSX-managers nodig. Nou, cross vCenter legt als het ware een laag over meerdere vCenters heen, tot 8. Waarbij alles universal wordt. De transportzone die je hebt, die wordt een universal transportzone. De DLR die je hebt, de Distributed Logical Router, wordt een universal logical router. En daarmee bepaal je dus de breedte over hoeveel vCenters die gaat. Er komen wel het een en ander en andere features mee. Niet alles wat op wat lokaal werkt, werkt ook universal. Een van de grote verschillen is bijvoorbeeld de universal controller cluster. Voor een cross vCenter omgeving is er nog maar één controller cluster. Er zijn dus geen lokale controller clusters meer, er is er nog maar eentje. En die ene moet het dus voor alle 8 doen. Wat maakt dit nou zo speciaal? Is dat je bij de uitrol van een Universal Logical Distributed Router het vinkje Local Egress aan kan zetten. En Local Egress was, zoals we net al zeiden, een manier om het uitgaande verkeer lokaal te kunnen manipuleren. Wat is Local Egress? Dat heb ik net verteld. Het Local ID, dat gebeurt op basis van een Local ID. En Local ID is eigenlijk de ID van de NSX Manager. Dus elke NSX Manager heeft een eigen ID en op basis van dat ID kan je verkeer gaan sturen. Die aanpassingen kun je doen voor de hele Logical Distributed Router in één keer.
Je kan het doen per cluster, dus als je meerdere A6-clusters hebt in je datacenter. Of je kan het per host apart aanpassen. En je kan het dus voor clusters of aanpassen op de plek van host preparation. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Nou, hoe ziet dit er nou uit zonder local egress? Dus stel we hebben site A en een site B. We hebben een NSX manager. Het grappige eraan is, als je NSX managers dus cross-vicenten gaat maken, wordt er één wordt de primaire en de andere wordt de secundair. En dit is belangrijk voor het failoverproces wat we straks hebben. Dus je gaat ook wijzigingen voor alles wat universal is, ga je allemaal op de primaire NSX manager doen en die repliceert het naar de andere NSX managers. Je krijgt één universeel controller cluster die de route updates naar alle hosts doet. Zonder local egress is er maar één control VM en die ene control VM heeft met beide uitgangen, dus per NSX-omgeving wordt er een uitgang gemaakt, dus of een HA-omgeving of een ACMP-omgeving. En die heeft met beide omgevingen peeringen. En die kan dus op basis van BGP weight of OSPF cost, heeft hij met allebei de omgevingen heeft hij een hogere of een lagere kost. Dus op die manier is er verkeer te sturen, maar het gaat altijd naar degene met de laagste kost. Verkeer gaat dus ook altijd via één kant naar buiten. Valt dat edge cluster uit, dus valt niet je hele site weg, maar valt alleen je edge cluster uit, dan gaat je verkeer dus automatisch via het andere pad naar buiten. Nou, hoe ziet dit geheel er nou uit met local egress? Het grote verschil is dat we dus bij de uitrol dat vinkje local egress aangezet hebben. Ik kan even nog eentje terug. Een ander groot verschil is dat wij hieronder één transit hebben in VXLAN, waar allebei de edges op zitten. Het verschil dus met local egress is dat we op alle sites die we gebruiken, moeten we een control VM uitrollen. En dus dat we op allebei de sites ook een aparte transit hebben. Op die manier zijn er dus twee losse paden naar buiten beschikbaar gekomen. En dit schaalt dus tot 8. Ik teken er even 2 om het niet al te ingewikkeld te maken. Verkeer kan nu dus vanaf een VM op site 1 ook gecontroleerd via site 1 naar buiten. Maar verkeer kan ook gecontroleerd per host of per cluster zeggen dat je dat verkeer juist naar site 2 naar buiten zou willen hebben. Nou, de beweegredenen daarachter heb ik nog niet zo goed gevonden, maar het kan wel. De reden waar wij dit meest gebruikt hebben is om juist verkeer binnen een site te houden. Zodat als je 3 of meerdere sites hebt, dat je ook het verkeer van de eerste site in de eerste site naar buiten laat. En op die manier dus ook echt stuurt en toch een uniforme policy hebt. En evengoed kan je dan ook nog verkeer vanaf de tweede site op de tweede site naar buiten laten gaan. In dit geval hebben ook beide control VM's hebben een losse pering met de edges. En de edges hebben ook gewoon losse pering met de fysieke omgeving die ik hier verder niet getekend heb. Maar het geheel aan de onderkant is wel hetzelfde autonome systeem. Dus in het geval van BGP blijft het gewoon hetzelfde AS-nummer. Nou, even kort de verschillen. Dynamische routering zonder local egress. Detecteert dus ESG-uitval. Er is een automatische failover met route-updates. Dus als de ene kant wegvalt, failt hij automatisch over. Een van de nadelen is dat het een volledig actief passieve routering is. Dus je hebt er altijd maar één die passief is. Het sluit een beetje aan bij wat Marco zei over het NSXT-stuk. Je kunt het niet sturen, dus er zijn geen granulaire mogelijkheden. En de control VM moet aangemaakt worden op de primary site. En alleen op de primary site. En dat is met name met een stukje failover, vind ik dat dan een lastige. En daar kom ik zo meteen even op terug. Als je het met local egress aanmaakt, heb je wel granulaire routeringsmogelijkheden per site. Je kunt het beter automatiseren, daar kom ik zo meteen even op terug. En de control VM is beschikbaar op elke site. En ik vind met name met failovers heeft dat voordelen.
En daar kom ik zo meteen ook nog op terug. Nou ja, het nadeel daarvan is dat het vereist wat extra configuratie, want je moet die ID's ergens gaan bijhouden. En je moet die controlevm natuurlijk wel overal aanmaken. Dat gebeurt niet automatisch. Een failover wordt dus niet automatisch gedetecteerd. Dus als je daar niet iets van monitoring op hebt en niet iets van automatisering op hebt, dan doet het verkeer het gewoon niet als die edges uitvallen. Local ID en of route distributions, die zijn dus, nou ja, dat zijn nodig, dat had ik al verteld. Waar kan je dit nou wijzigen? Ik had het net ook al even laten zien. Onder host preparation, als je dus een universal logical router hebt uitgerold, kan je dus voor een cluster, kan je zeggen, bij onder actions, kan je zeggen change local ID. Wat je dan, ik had eigenlijk nog het vervolgstapje, wat je dan krijgt is dus het NSX ID wordt zichtbaar van de NSX manager. En daar kan je dus eigenlijk in clear text een andere NSX ID invullen, die je liefst wel even copy-paste, anders is het een lange regel. Maar NSX is natuurlijk NSX niet als je het ook niet via de API kan benaderen. Via de API kan je het cluster ophalen, of wat het gaat per cluster, en daar haal je dus het ID op. En zoals ik net al liet zien, is dat ID best een lange naam. Als je het via een API kan ophalen, kan je het natuurlijk ook met een script ophalen. Dus een PowerShell script waarmee je gewoon de API aanspreekt, waarmee je een XML ophaalt. Je kan met een XML de XML aanpassen in een PowerShell en je kan hem ook weer terugzetten. Dus op die manier is dit heel goed te automatiseren. Zoals ik eerder al zei, is het inkomende verkeer wordt met basis van route redistributions. Dus dat betekent dat je per site kan vertellen welke routes je wel of niet naar buiten stuurt. Dat doe je. Deze. Dat doe je door op de routing tab onder route redistributions maak je eerst twee netwerken aan. En die netwerken kan je dus per app of per logical switch, kan je die op permit of op deny zetten. Daarmee vertel je aan de buitenwereld van kom maar op met het verkeer of hoop ik zegt er iemand anders kom maar op met het verkeer. Je moet dat natuurlijk wel op één plek aanzetten, op permit zetten en op de andere locaties op deny zetten. Ook dit is met de API op te halen. Met de API haal je de hele BGP-config op en dan krijg je een XML terug. En in die XML staat gewoon netjes, ik ga natuurlijk met deze aanwijzen, voor welke route redistribution rule die op permit of op deny staat. En ook dit is natuurlijk weer met een PowerShell scriptje op te halen, met een PowerShell scriptje aan te passen en weer terug te zetten. Op deze manier kan je dus met monitoring of met andere events die in vCenter gebeuren, kan je dit gaan automatiseren. Nou, wat gebeurt er nou bij de uitval van een primary site? We hebben dus de volledige site valt weg. De dingen die gaan verschillen is, het is primary, dit is secondary. We hebben hier een control VM en we hebben op de secondary site ook al een control VM uitgerold. De hele omgeving valt weg. Wat er moet gebeuren is, de NSX manager die moet, van secondary die moet primary gemaakt worden. Zolang die secondary is, blijft het NSX gedeelte aan de tweede site blijft gewoon werken. Alleen het routeringsgedeelte is als het ware read-only. Dus er kan er geen wijziging op gedaan worden. Pas als het geheel weer werkend is. Dus er is een NSX manager die is weer primary gemaakt geworden. De Universal Controller Cluster is opnieuw uitgerold. Er is verteld aan de host clusters en dergelijke. Wij zijn nu het control cluster. Daarna kunnen er weer route updates gedaan worden. Dus in principe blijft alles werken. Alleen de routes die via het oude pad liepen, die kan je pas omzetten naar de nieuwe omgeving op het moment dat het volledig hersteld is. En dit is ook grotendeels te automatiseren. Dus, wat moet er gebeuren? Het deleten van de controllers van de secondary manager. Wat doet vCenter? Of wat doet NSX? Tenminste, zo heb ik het altijd gezien. De NSX manager heeft een soort van dummy controllers. Als je cross vCenter omgeving maakt, dan zie je drie universele controllers. Maar er zitten ook een soort placeholders, zoals ik het altijd maar zeg.
aan de andere NSX-managers. Die moet je eerst weggooien voordat je nieuwe kan uitrollen. Daarna haal je de secondary rol van de NSX-manager af. Wat er dan gebeurt is dat die NSX-manager behoudt zijn configuratie, maar komt in een transitrol. Die secondary NSX-manager die in de transitrol staat, promoot je dan naar een primary NSX-manager. En je gaat de nieuwe controllers uitrollen. Dit kan helaas één voor één. Dus de langste tijd in het updaten hiervan zit in het uitrollen van die controllers. Dat is ongeveer 10 minuten. Je bent 3 minuten per controller bezig. Daarna doe je de controller state updaten. En dan als je local egress hebt, ben je dan klaar. En dat is eigenlijk heel prettig. Want als je geen local egress hebt, moet je ook de control VM gaan herstellen op een andere locatie. En waarom is dat nou specifiek lastig? Omdat die control VM is niet iets wat je in de GUI gewoon even aanklikt om hem uit te rollen. Daarvoor haal je eerst met de API haal je de config op. Die config die moet je aanpassen. En dan moet je aanpassen waar je hem wil deployen, wat hij moet gebruiken. Dus je moet uit de MOP-ID, moet je de cluster-ID, datastore, network, dat soort informatie moet je daar uithalen. En daarmee met de API hem dan ook weer gaan uitrollen. Dat is natuurlijk, in een noodsituatie wil je niet midden in de nacht nog weer gegevens ergens gaan lopen opzoeken en daar druk mee doende zijn. En daarna moet je de routingprotocollen herstellen. Die kan je ook gewoon met een API uitlezen en weer inlezen. Maar dit is handmatig werk. En nou, ik heb nog geen manier gevonden om dit handig te scripten. Zo. Ja, wou we doen? Ik heb geprobeerd rustig te praten. Meestal lukt mij dat niet zo goed. Het grappige is, de volgende stap was vragen. Ik heb anders ook nog een takeaway, mochten er geen vragen zijn. Maar nou ja, laten we eens kijken. Het was net nog 10 minuten, dus we zullen nu nog een minuut of 5 hebben. Misschien hadden we iets andere approach moeten doen in de... Maar ja, we waren enthousiast, zullen we maar zeggen. Ja, het geeft in ieder geval aan wat er kan, hè? Ja. En dit is allemaal NSXV. NSXT heeft een andere insteek in hoe de routeringsprotocollen het geheel is opgebouwd. Nou, had ook nog een leuke insteek geweest. Volgend jaar. Nou, in NSXV heb je één primaire en meerdere secundaire. Dus je kan wel actief verkeer over een site naar binnen en naar buiten sturen. Dat is dus wel een mogelijkheid. Dat kan je met dat local egress heel goed doen. Dus als je 3 verschillende workloads hebt over 3 verschillende datacenters of over 4 verschillende datacenters, kan je per workload kan je zeggen, ik wil die in dit datacenter naar binnen en buiten hebben en het andere verkeer via het andere datacenter naar binnen en naar buiten. Ja, dat doet NSXV niet. NSXV werkt een beetje, ik vergelijk het altijd met NT4 qua replicatie, om het zo maar even te zeggen. Bij NT4 had je ook een primary domain controller en backup domain controllers. Dus je hebt er eentje die de baas is en de andere die de replicatie stuk. Zo ruim ik het in mijn hoofd. Het is super cool spul, je kunt er hele mooie dingen mee bouwen, maar soms moet je er wel even wat extra werk voor doen. Ja. En dat is in dit geval. Nou, ik had nog een hele leuke demo gevonden over ingress optimization. Ze hebben op VMworld in 2015 hier al iets heel gaafs mee laten zien. Waarop ze op basis van vMotion detecties al routes injecteerden. Dus je kan als een VM van het eerste datacenter naar het tweede datacenter migreert. Kan je dat event afvangen. Daar kan je een route injectie doen van een /32. En zo kan je dus het verkeer op basis van vMotions per site naar binnen en naar buiten kan laten sturen. Dus een hele leuke demo die erbij zit. Duurt een tijdje, je moet er een beetje op inlezen. Maar zeker een leuke tip om hier wat mee te krijgen. Dus het gebruikt scripting, het gebruikt de API, het gebruikt ingress optimization. Dus echt, ik vond het een hele leuke, inspirerend bijna. Dus, de vraag is of je... Maar kijk, je had net al over egress routing. Ja. Maar je hebt inderdaad een probleem dat verkeer ook nog een keer terugkomt. Klopt. En dan komt er dan waarschijnlijk primaire site in. Ja,
Even, de vraag is terug hoe je dat ingressverkeer nu goed routeert. Misschien heb je dat al het... even kijken. Dat ingressverkeer, dat doe je hiermee, met route redistribution. Dus je hebt je BGP-connectie heb je gemaakt met je Edge en met je fysieke routers. Dan maak je route distributions aan. Dus je maakt per route die je wil distribueren, maak je een route redistribution aan. Die geef je een naam en de route die je wil distribueren. In dit geval /24's, maar ja, je kan tot /32's gaan. Ik weet niet of je fysieke netwerk daar gelukkig van wordt als je er heel veel doet. En per route redistributions kan je dus zeggen of je die in BGP of in OSPF wil permitten of wil denaaien. Als jij dus, nou in dit geval, voor deze site wordt alleen Techcon app 1, dus alleen het 152/0, 24, dat wordt naar buiten gepermit. Dus op het fysieke netwerk ziet dat verkeer alleen daar. Dus het idee is dan ook dat je op site 1 bijvoorbeeld dat allowed en op de andere sites dat denied. Als je dan gaat overvelen, deny je hem op de een, allow je hem op de ander. En op die manier kan je verkeer naar binnen trekken. En ja, het advies is ook wel om dat gelijk te houden. Dan gaat het verkeer naar binnen waar het ook naar buiten gaat. Dat is voor troubleshooting handig. Anders krijg je hele leuke constructies. Beantwoord dat de vraag? Ja. Oké, alsjeblieft. De recovery duurt is nogal langdradig. Ja. Schakelt dit wel direct om, tussen permit en deny, op het moment dat je een site failure hebt? Dit soort dingen kan je dus pas doen als je controllers weer up zijn. Dus alles wat op dat actieve pad werkt, blijft werken. Maar je kan het pas weer aanpassen als het geschakeld is. En dat is wel een belangrijk punt inderdaad. Je ziet dit soort designs dus ook met name bij datacenters die helemaal los van elkaar willen staan, helemaal onafhankelijk van elkaar willen, waar geen metro-connecties tussen zitten. Er zijn designs denkbaar die veel meer resilient en sneller zijn, maar daar hangen ook hele andere eisen aan met betrekking tot afstanden en onderlinge snelheden en dit soort zaken. Dit is een mogelijkheid om heel erg onafhankelijk van elkaar toch te zorgen dat alles kan blijven draaien. En ja, als er dan eens een keer de fik uitbreekt, ja, hoe erg is het dan dat je dat het een kwartier duurt voordat je up and running bent? Ik denk dat je dan een helft job hebt gedaan als je dat goed hebt gedaan. Aan de andere kant, dit soort use cases gaan vaak niet met metroclusters overweg waar shared storage tussen zit. Dus er is vaak al een vorm van replicatie nodig om die VM's die op die ene site draaien, om die hele workload misschien wel naar de andere kant van het land of misschien wel naar een ander land opgestart te krijgen. En die tijd kun je ook gebruiken om dit weer te recoveren. Dus dit is niet een quick failover methode inderdaad. Alsjeblieft. Oh nee, ik hoef het stukje niet over te geven. Die mogen we houden, hè? Alsjeblieft. Dankjewel voor de sessie.